Kijk, mijn vroegere werk was misschien ook een beetje keuriger en een beetje deftiger of zo. Maar dit is toch een beetje een zootje. En zo ontstaat het ook. En dan hangt het hier opeens zo keurig. Ja, ja. Als je het heel eenvoudig zou willen zeggen, zou je kunnen zeggen, ik werkte vroeger van buiten af. Hè. Ik liep op het wat en ik schilderde wat ik zag. Nu loop ik nog vaak op het wat hoor. Maar schilder ik meer wat er dan in mij gebeurt of zo. Hè. Als ik even ruimte nodig heb, zal ik zeggen, of een soort rust of een soort even, dan ga ik naar het wat. En ik loop rond en maak een tekeningetje of ik schrijf dingen op. Ik heb altijd een boekje bij me. Er worden altijd wel alles wat ik denk en ik voel, probeer ik op te schrijven. En dat is nog altijd waar het vandaan komt hoor. En dat heeft toch steeds weer te maken met wat gaat er nou aan die beelden die wij ons vormen vooraf? Waar komen we eigenlijk vandaan? Wat ik hoop is dat je er doorheen kijkt. Dat je kijkt naar wat gaat hier dan vooraf. Wat is er achter? Waar komen ze uit voort? En dat is hetzelfde als waar wij uit voortkomen. Dat sta ik vaak tegen ze te zeggen in het atelier. Kom maar op. Kom naar voren. Spring eruit. Nog heftiger. Nog directer. Nog onvoorwaardelijker of zo. Nog losser van welk beeld dan ook. Het is natuurlijk één laaiende ruimte, joh. Je kan het echt niet geloven als je dat zo indrukwekkend. En dat gaat maar. Het wordt eb en hup. Dat is ongelooflijk. Wat ik nu maar even omschrijf als een soort laaiende, lichtende ruimte, die was er al eeuwen en eeuwen voordat wij er waren. Hè? Dat heeft eigenlijk met ons niks te maken. En die zal er ook zijn als wij er niet meer zijn. Ik heb geen idee wat ik ben. Ik ben een soort wonder van leven, net als jij. Maar niet een kunstenaar hoor. Dat wordt ervan gemaakt. En dat is weer zo'n beeld wat mij vastlegt in iets en dat wil ik niet. He? Als ik tegen mensen zeg, joh, mijn werk is helemaal geen kunst, dan bedoel ik eigenlijk dat. Ik ben natuur, ik bedenk het niet. He? Dat ontstaat in een soort processen en gebeurtenissen en een innerlijke dialoog. En die bedenk ik niet van tevoren, maar die heeft met het maken van kunst helemaal niks te maken. Als er in mijn werk iets van dat wonder van leven zit, nou, dan vind ik het al heel wat. Gisteren of eergisteren kreeg ik een telefoontje van iemand en die had dan het nog niet echt gezien, maar op de website. En die zei, oh, wat een geile schilderijen. Toen dacht ik, ja, dat. Zeg het maar gewoon. Laat het dat maar zijn. Oermoeders. Ja, dat is wat. Je kijkt naar oermoeders. We creëren natuurlijk heel veel beelden uit verlangen. En oermoeder, ja, wat wil je nou meer op het wat, man? Dat is toch één oermoeder ook? Ik kan echt helemaal doodellendig worden als ik hoor dat ze nu nog weer opnieuw gaan proberen het voor elkaar te krijgen om, notabene ook nog bij mij in de buurt, op het wat weer naar gas te gaan boren. Dat is toch werkelijk krankzinnig. We hebben kinderen en kleinkinderen. Nou, die zullen dat ons niet in dank afnemen. Laten we eens verantwoording nemen voor wat we doen. Voor wat we willen. Voor wat we denken te willen. Ik weet zeker, dingen die terugkomen, die gaan onderhanden. Ik weet zeker. Dat kan nog directer. Het is nog te veel. Het is nog een beetje te verwarrend of zo.